waarom ik niet naar Londen ga is eigenlijk heel simpel, omdat ik het limiet niet heb gehaald. Dus ja, je moet de limiet halen en je moet je kwalificeren en om naar Londen te gaan. En ja, dat heb ik niet gehaald. Ik wist dat het heel moeilijk voor mij zou worden om het te kwalificeren. Alleen, nou ja, ik denk na 2-3 maanden, na het begin van het seizoen, kreeg ik de ziekte van Pfeiffer. En heb sindsdien ongeveer een half jaar niet gezwommen. En ja, dus toen was die kans dat ik naar Londen ga nog veel kleiner. Zeg maar gewoon, er was geen kans meer dat ik naar Londen zou gaan. Dus ja, een teleurstelling. Ik had er zeg maar niet op gerekend. Ik had aan het begin seizoen zoiets van gehad van ja, ik ga ervoor. Ik denk, je moet hoge doelen stellen. En dus het moet wel realistisch zijn, maar ik dacht wel degelijk dat het een realistisch doel kon zijn. Maar ik heb niet zoiets van dat ik het per se moest halen, want ik ben 17 jaar en er komen nog genoeg spelen voor mij. Ik ga zeker verder met zwemmen. Ja, ja, ja. Ik ben nog een jonge jongen en ik denk dat ik nog heel veel successen kan halen. Alleen dat heeft even tijd nodig. En na de Spelen komen er weer wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen. Ik denk dat ik me daar eerst op ga focussen. En dan in 2016 komen de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro. Dus ik denk dat ik daar uiteindelijk op moet gaan focussen. Ik weet nog niet of ik naar Londen ga om mijn teamgenoten aan te moedigen, maar ik weet wel dat ik het sowieso ga volgen via internet en social media. En misschien heb ik wel direct contact met mijn teamgenoten die daar gaan zwemmen in dit geval. Maar ik heb ook gehoord dat de NOS meer aandacht gaat geven aan de Paralympische sport en dat uit gaat zenden op tv. Dus ik denk dat ik het daar ook meer op ga volgen. Dus ja, dat vind ik wel heel leuk.